anno 2018 is ook een tijd van schaarste. Ik vind het naast onderzoek en onderwijs mijn plicht om daar ook aandacht aan te besteden. In dit figuur kunt u ongeveer zien wat wij de komende jaren als vakgroep aan onderzoek willen doen. Dan is er vandaag de dag ook nog aandacht voor de-implementatie. Het afleren en stoppen van gebruiken en rituelen in de dagelijkse praktijk. Maar nu iets heel actueels. Over een maand gaan we verhuizen naar een prachtig nieuw ziekenhuis met 100% eenpersoonskamers voor de patiënten. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het onderzoek naar wat de effecten zijn van die nieuwbouw voor de patiëntveiligheid en de verpleegkundigen en artsen. Eén ding is zeker. We doen nu onderzoek bij patiënten in de oudbouw met 4-persoonskamers. En we doen daar onderzoek naar de slaapkwaliteit. En ik kan u vertellen dat die patiënten echt heel slecht slapen. Patiëntgerichte zorg. Patient and family-centered care. Samen de regie. Ja, dat is echt waar. Dat zijn allemaal termen voor eigenlijk iets wat natuurlijk heel logisch moet zijn. Want het betekent dat de patiënt voorop staat, dat die het belangrijkste is. Een belangrijke taak zie ik voor mezelf en de onderzoekers van onze vakgroep natuurlijk in het onderwijs geven en het begeleiden van verpleegkundigen. Met name op het gebied van onderzoek. De moderne Florence Nightingale bestaat volgens mij. Lof der verpleegkunst staat voor mij naast lof der geneeskunst en zijn allebei belangrijk. Ik hoop dat ik in mijn rol als hoogleraar verplegingswetenschap wetenschap en empathie kan laten samenkomen, zodat ik het beste uit mezelf en anderen kan halen. Ik heb gezegd.